Thomas Malter. Denk je dat dit soort acts groot en sterk genoeg is om echt internationaal zelfs door te breken? Ik denk het wel. Met zo'n naam natuurlijk kun je al niets anders doen dan carrière maken, vind ik. De naam klinkt als een klok. Het is moeilijk om op een paar weken tijd weer iets nieuws te brengen en dan nog eens en dan nog eens. Ik zou graag die drums dat ik gebracht heb beter uitwerken en misschien met meerdere drums. Ik vond het echt super dat ik door de jury ben geselecteerd. Thomas Malter. Dat was echt ongelooflijk. Een uniek spektakel, heel origineel. Fantastisch. Ik ben helemaal fan. En ik denk ook dat het redelijk origineel is wat hij doet. Ik vind dat met dat contract wel goed zit. Jij komt absoluut de komende 40 jaar aan de bak. En dat hij zeker een schitterende internationale carrière staat te wachten. Ja. Dames en heren, Thomas Malter. Thomas, de Ditch, jouw groep, die is er ook weer bij. Jouw assistent, heb je daar iets bijzonders mee? Dat is mijn partner. Dat is uw liefje, voilà. Dat is een heel lief liefje. En dus ik ga iets, want je doet iets bijzonders. Ik zou zeggen, zet je al maar klaar in je positie, dames en heren. En je gaat straks iets horen. Ik doe dit nu manueel, maar... Het is heel belangrijk om dit te weten. Dames en heren, hier komt de enige echt overgebleven circusact voor vanavond. Jongleur Thomas Malter. Oké, here we go. Okay.